En vroeg hij aan Peter, die rozen, wat voor inkt gebruiken jullie nou eigenlijk? Nou, Peter stoïcijn, dus je weet hoe die kan zijn. Super droog. En Peter zo, oh, dat is Nanya inkt. Ja, dat denk ik. Ik heb een verhaal. Ik had Johnny Nieste. Junkfood Johnny. Ja, Johnny. En die ging hele Dunstable ging volgens mij een draak zetten. Maar dat deed hij dacht dat hij zwart had gepakt. Had hij grijs gepakt. Ja. Dus de outline was helemaal grijs. En dat had hij halverwege door. Toen dacht hij, zo. Oh, nou stop. We gaan nu echt beginnen. Dan ging hij nog een keer eroverheen. Die arme klant, weet je wel. Heb jij ook een keer gehad? Ja, ik heb het ook een keer gehad. Ik heb het ook een die outline ink. En we hadden een shading ervan. En wist ik veel, dus ik pak zo, hey Koekezoemie, ja, dit is hem, ja, dat is hem. Heel niet die outline. Dus gewoon een grey wash. Een grey wash, ja. Heel mooi stuk, maar ik heb zaken op gezet. En die komt op een gegeven moment. Nou, het was eigenlijk helemaal niet verkeerd, maar hij kwam wel na twee weken terug. Hij zei, wat is dit, joh? Ik zei, hartstikke licht. Zeg, geen idee, man. Ja. Hem laten kijken, zei, welke heb je gepakt? Ik zei, deze. Hij zei, ja, of deze. Sowieso, er is het omheen. Nee, is het. Ja, maar toen kwamen net die flessen van Koolsoemie. Ja, die grey washes en die je hebt ze ook van dat bekende merk. Weet je dat je nou al die flessen kanten klaar. Ja, die allemaal ja. Ik maak het nog gewoon zelf, jij? Ja. Ja, ik doe maar ik heb het ook nog gewoon zelf hoor. Ik doe het normaal met een pipetje, doe ik zoveel druk. Maar ik ging naar de Leuf Family, dan liet ik me tatoeëren. En, die grote draak van hem, net als een draak. Jaren erin gegaan, niks gezegd tegen iedereen. Ja. Fuck it, lekker voor mezelf. Een dikke draak, en liet door in Japan zien voor Philip. Zo'n kop volgens mij. Ja, mega kop. Maar Philip, die was zo goed met zijn grijs. Ja. Het is wel een draakje volgens mij. Ja. Nee, maar Philip is onwijs goed met zijn grijs, weet je. Ja. Ik denk, hoe deed hij dat allemaal? Ja. Dat mengen en alles. Ja, nu kan je gewoon kant en klaar. Ik was gewoon een half jaar bezig om erachter te komen. Maar wat deed hij nou dan? Ja, ook zelf mixen. Je weet wel, wat nu in principe wordt gedaan. Wat maak jij Ja, ik heb vroeger met talents gedaan. Ik werk nu met Dynamic. Ja, maar ik bedoel, als jij het gaat verdunnen voor je schaduw. Ja, ik heb wel eens met rozenwater, daar hoor je ook heel vaak van. Distillit water. Aan het einde van de rit merkte ik wel dat rozenwater, kraanwater, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Ik had dat, weet je ook weer? Witshezel. Witshezel. Oh ja, dat ken ik al. Ja. Was dat speciaal om te lengen? Ik weet niet wat het is. Oh. Maar het is wel goed. Het is wel goed. Hey, maar het blijft zitten. Het is hetzelfde dat je nou tegenwoordig ook, dat moet je als je een stenseltje op moet plakken of zo. Wat dan heb je van het witte spul uit zo'n knijpfles of zo. Dat gebruik ik wel. Als we het toch over ouderwetse spullen hebben. Speedstick. Speedstickjes had je dan. En die waren van een bepaald merk, maar die kon je toen in Nederland helemaal niet krijgen. Dus Als er bij Henk bijvoorbeeld een Amerikaan over zou komen om een paar maanden te werken, bijvoorbeeld Charlie Roberts of zo of wat dan ook, dan werd er even een berichtje gestuurd of getelefoneerd, want e-mail had je in die tijd. Of joh, neem jij even 20 van die speedstickers mee? Nou, dan kwamen die dingen en nam die mee. En dan haalden we de stickertjes af. Ja. Maar heb ik nog jaren gebruikt die dingen. Ja. Maar dat vragen klanten ook heel vaak. Wat is dat nou eigenlijk? En dan zei ik altijd heel stoïcijns, tattoo plaksel. Ja. Oh ja, is dat nou van gemaakt dan? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Maar Peter Verliemd, die had daar altijd een hele mooie opmerking over. Dat als er dan iemand vroeg van, hey, wat is dat nou eigenlijk? Ook met inkt, wat dik het ook al wat. Hey, dan vroeg hij aan Peter, die rozen, wat voor inkt gebruiken jullie nou eigenlijk? Nou, Peter stoïcijns, dus je weet hoe die kan zijn. Super droog. En Peter zo, oh, dat is Nanya inkt. Ik zat als een Nanya? Nanya. Oh, Nanya. Nanya. Dus ik zat Nanya. Kijk, Nanya. Ik begreep er ook al niks van of zo. Dat ik gewoon beter. Nanya inkt. Nanya inkt. Wat is dat dan, Nanya inkt? Nanya business. Nanya. Nou, dat is zo. Vroeger werd er niks te zeggen. Ja. Mooi.